In the mid-90s, Joep van Lieshout rose to fame for his extraordinary mobile homes and has since become one of the most exhibited and provocative artists in the Netherlands. The work of Joep van Lieshout balances between art and design. Van Lieshout wants his work to be integrated into daily life and not just simply viewed. In fact, he often uses design to express his artistic ideas. Voor mij is toch wel vaak een, er is wel altijd wel een soort relatie ten opzichte van gebruik. Ook al kun je het soms niet gebruiken, maar dan gaat het misschien wel, zegt het iets over gebruik. Of gebruik ik het gebruik om weer even een artistiek idee uit te leggen. Aan de andere kant vind ik het belangrijk dat kunst ook een onderdeel is van het leven, van je persoonlijke leven, van de wereld. En meubels of huizen, die staan veel dichter bij mensen. Maar dat is niet de enige reden. De andere reden is gewoon dat ik het ook gewoon lekker vind om meubeltjes te maken. Of huizen, of machines, of wapens, of ik weet niet wat. Ik vind het gewoon leuk om dingen uit te vinden. Joep van Lieshout is fascinated by the functionality of complex systems. One of the systems that keeps coming back in his work is the body. Ik vind het ook een zeer complex systeem. Het is allemaal zeg maar, een soort heel efficiënte machine. Het heeft allemaal met recycling en vertering te maken. En tegelijkertijd ga je je ook afvragen van ja, wat is het leven dan? En wie heeft dat dan ontworpen? Is dat zeg maar een eeuwigdurende evolutie van, nou ja, van bacterie naar dat wat we nu zijn? Of is er een soort ontwerper geweest? Studio van Lieshout has found its home in the Rotterdam harbour. There, van Lieshout and his 20 employees are able to realise their artistic projects, which include furniture and sculpture, but also weapons, medicine and money. One of the works getting ready to leave the studio is Funky Bones. For me, it's not really good. Yeah, the top one is already... Yeah, that's not easy. Yeah, the box is not out. Ja, nou, dit is de installatie die wij over een paar maanden gaan installeren in Indianapolis, bij het museum. Die hebben een nieuwe uitbreiding van hun beeldentuin, een soort natuurgebied. En dan wordt dit, zeg maar, ergens in het natuurgebied op een soort veldje, bij een water, bij een rivier, bij wat bomen en nog wat andere dingen, neergelegd. En eigenlijk is het een heel groot menselijk skelet, die een beetje geabstraheerd is. En mensen kunnen daarop zitten. Als ze willen, of liggen, of iets anders doen, wat ze maar willen. En ik dacht van, het lijkt me goed om een plek te creëren waar je zeg maar kan vertoeven. En wat meer is dan alleen maar een van de designstukken. In dit geval vond ik het ook nog erg interessant, omdat het in Indianapolis was. Nou ja, als Nederlander denk ik natuurlijk meteen aan Indianen. En dus nou, die zijn er inderdaad ook natuurlijk geweest op die plek. En die zijn ja, grotendeels verdwenen, verdreven, uitgemoord. Dus in die zin zie ik dat ook een beetje als een soort verwijzing naar het verleden. En is het ook weer zeg maar, een soort kritiek op onze eigen westerse maatschappij. Die eigenlijk ja, zeg maar, zo een cultuur die veel meer met dichter bij de natuur staat. En dichter bij de wereld staat. Ja, eigenlijk gewoon... platwalst laat verdwijnen. With themes such as survival and self-sufficiency being important to the work of van Lieshout, it's not surprising that his wildest dream would be to redesign the human species in a way that would better suit the future of our planet. Ik zou gewoon zeg maar de hele mens anders vormgeven. Het is echt belachelijk dat de mens zeg maar 1,80 meter groot is tegenwoordig. Het slaat helemaal nergens op. Daar hebben we niks aan. Mensen doen sowieso geen fysieke arbeid meer, dus laat ze gewoon zo klein mogelijk zijn. Ik denk dat je het wezen van de mens zou kunnen krimpen op een insect. We nemen weinig ruimte in, we eten niet zoveel. We kunnen wat lekker voortplanten. Een paar miljard insecten erbij, dat maakt toch niet uit op deze wereld. Ik vind het gewoon fijn om dicht bij de natuur te leven. Om onafhankelijk van dat wat er is te kunnen functioneren.
De pionierset is eigenlijk een helemaal functionerende boerderij die demontabel is. Die kun je zeg maar inklappen. Dan kun je het samen met alle werktuigen in één container stoppen. En die kun je overal ter wereld transporteren. En dan kun je jezelf voorzien in de boerderij beginnen. Misschien is dat een van de weinige manieren waarop je kan functioneren zonder dat je iets fouts doet. Ik ben gewoon een beetje ouderwets, dat is het eigenlijk.